kabinetgroep van de SP. Hoe bevalt het, het debatteren en deelnemen aan de verschillende bijeenkomsten in aanloop naar de verkiezingen? Ja, het bevalt goed. Het is natuurlijk redelijk nieuw voor mij. Maar het voelt goed om op te komen voor de mensen en voor de dieren. Nog een beetje wennen ook? Het is nog wennen, het is je wegzoeken. Maar nogmaals, het bevalt en ik ga meer dan mijn best doen. Wat vindt u van zo'n avond als deze, speciaal voor de vrouwen? Ik vind het belangrijk dat er dagen voor vrouwen zijn. Niet alleen voor de allochtonen, maar ook voor de autochtone vrouwen. Ik ben ook meer dan voorstander voor gelijkwaardigheid voor iedereen, gelijke behandeling voor iedereen. Dus ja, ik ben blij met zulke avonden. Welke stelling sprak u nou het meeste aan vanavond? Ik denk stelling 3, hoewel stelling 1 me ook aanspreekt. Stelling 1 is die, ja, dat wij echt zoveel mogelijk de wijk ingaan, zoveel mogelijk mensen willen spreken, aanbellen. Stelling 3, omdat we daarin heel duidelijk aangeven dat wij als SP het voor elkaar hebben gekregen dat artikel 1 van de grondwet op de muren van het stadhuis staan geschilderd. Legt u eens uit? Artikel 1 van de grondwet die zegt dat wij als gemeente Alphen aan de Rijn het niet dulden dat er discriminatie op grond van seks, ras, geloof of wat dan ook is. En dat vindt de SP heel belangrijk? Dat vindt de SP heel belangrijk. Gelijkwaardigheid voor iedereen, man, vrouw, ras, geloof, seks, geaardheid. Voor ons is iedereen een mens en belangrijk. Tot slot, hoe onderscheidt de SP zich ten opzichte van andere vrouwen als het gaat, of ten opzichte van andere partijen als het gaat om het vrouwenbeleid? De SP heeft als enige partij daar een pagina aan gewijd in het verkiezingsprogramma. Diversiteit, waarin wij ook dieper ingaan op het gelijkwaardigheid voor man en vrouw.